Goedemorgen, lieve mensen. Even een videootje vanaf deze kant. Ik lig heerlijk op mijn mat voor de fysische vaattherapie. Dat zorgt voor een gezonde bloedsomloop. En dat zorgt weer voor dat mijn immuunsysteem weer heerlijk geboost is. En vanmorgen heerlijk de moringa poeder genomen. Dat werkt ook super. En mijn bijzondere gezonde water, dat werkt ook fantastisch. Dat is geïoniseerd water, zou ik iedereen aanbevelen. Goede vitamine C met zink erin, D3. Ja, gewoon zorgen dat je in je eigen kracht blijft staan. En dat je immuunsysteem zo hoog als mogelijk blijft. En verder is het belangrijk dat je dus toch ondanks alles wat er om ons heen gebeurt. En alles wat de gevoeligen onder ons voelen. Dat we toch sterk blijven. En positief blijven. En toch steeds naar het licht gaan. Dat is een keuze. Positief blijven, in je eigen kracht blijven staan. En wat zeker daarbij helpt, is het dragen van de kleur geel. Dat zorgt ervoor, dat is de derde chakra, dat je wat meer in je eigen kracht blijft staan. En dat helpt enorm goed. Of visualiseer dat je geel in het gele licht staat. Dat je de zon ziet. Dat je in een bad van gele verf stapt. Dat je je blij voelt. Ga heerlijk leren mediteren op de binaural beats. De binaural beats kun je gewoon op YouTube vinden. En dat zorgt ervoor dat je in een relaxed stand komt. Dat je even niet meer kan denken. Maar alleen nog maar kan voelen. En in het moment kan blijven. En je zal zien dat je daar al heel erg van op gaat knappen. Als je dat elke dag gewoon 10 minuutjes doet. Dan is dat eigenlijk al heel fantastisch. Nou, ik zelf ga zo meteen weer even in mijn zwembad, koude zwembadwater zwemmen. En dat zorgt natuurlijk ook extra voor dat je dat weer gaat boosten. Immuunsysteem zo hoog als mogelijk blijven houden. En dat je gewoon met je gezonde verstand blijft nadenken. Nou, voor het activeren van je derde oog zijn er verschillende manieren voor natuurlijk. Wat goed helpt is het drinken van tonic. Daar zit quinine in. En dat helpt om je derde oog verder te gaan ontkalken. Zodat je vanzelf ook meer gaat zien en voelen. En ook gaat weten. En ja, ik kan dan ook ruiken. Dus ik weet ook precies wat er gebeurt. Hoe mooi is dat? Ook niet altijd leuk, maar goed. Des te meer kunst om in je eigen kracht te blijven staan. Ik zelf ben me toch wel een beetje aan het voorbereiden dat mocht er te weinig voedsel zijn, dat ik dan in ieder geval het een en ander in huis heb. Gewoon wat potjes kopen en wat dingen, wat extra water, voorraad of water op voorraad. Dat is belangrijk. En mocht er stroom uitvallen, heb ik een aggregaat. Ja, dus altijd handig hè, een aggregaat voor als je überhaupt als er een keer stroom uitvalt. Dat dus. Nou ja, ik heb jullie weer genoeg geüpdate. En mochten er vragen over zijn, dan weten jullie mij te vinden. En keep up the good feelings, stay positive. Spreek jullie later, doei doei.